Hi, leuk dat je weer kijkt. Deze keer een aantal reacties naar aanleiding van het manifest van vorige week. De oproep van de burgers naar aanleiding van de bezuinigingen. En we zijn bezig bij de ronde waarin burgerinitiatief De Reizende Zon het gaat hebben over de mogelijke herbouw van de oliemolen op het Eemplein. Het voorstel was om blok 3 bij het Eemplein opnieuw te bekijken wat we daar als Amersfoort zouden willen. En daar een stadsbreed debat over voeren. En dan de oliemolen als optie mee te nemen. VVD-fractie heeft dit voorstel een hele lange tijd heel positief bekeken. We staan er sympathiek tegenover. Maar vanavond is ook nog eens weer gebleken dat het college met bepaalde verplichtingen zit op dit deel van het gebied. En die kunnen nog wel eens ernstig zijn. Stedenbouwkundig, financieel. En dat is een reden waarom wij naast sympathie toch ook gezien de toestand van de stad ernstig moesten reageren. Voor ons is het van belang dat op het moment dat je met zo'n initiatief komt, dat er wel een financieel plan aan de grondslag moet liggen. Een plan dat wat stabiel is en houdbaar is. Dat lag er gewoon niet. Er werd gezegd, we gaan het financieren, proberen te financieren middels crowdfunding. 6 miljoen, dat is een hoop. Met crowdfunding. Dus ik heb daar mijn bedenkingen bij. Het gevoel is dat ik nog heel veel wil uitleggen en vertellen. En ook wil aangeven dat het niet zomaar een animatie is. Dat er echt aan gerekend is. Dat het echt een goed plan is. Wat heel veel kan betekenen voor de stad. Ik vond het heel jammer hoe de raad hiermee om is gegaan. En dan heb ik het met name over de vraagstelling. De vraagstelling had moeten zijn, geven we dit burgerinitiatief een kans, dat willen we toch zo graag. Nou, dan is er een groep, geef ze dan ook die kans. Geef ze tijd, geef ze eventueel wat middelen. En zeg dan, als ze dat uitgewerkt hebben, ja of nee. Ze krijgen nou niet eens de kans om het uit te werken. Ze hebben zich tevergeefs de laatste maanden aangemeld. En als je dan ziet hoe het gaat met de stemming en het gerommel. Ik vond het echt een wanvertoning. En daarmee is weer een groep burgers teleurgesteld in de gemeente. En ik vind het eigenlijk, we moeten ons eigenlijk schamen voor deze vertoning. Kijk, het is natuurlijk heel mooi om die kracht van de stad en die energie van de initiatiefnemers hier te voelen. Ik moet erbij zeggen dat jammer genoeg de ronde niet goed is voorgezeten. Dus vandaar dat ik net de initiatiefnemers heb meegegeven van probeer het alsnog te agenderen, maar dan wel met een heldere taakstelling, een heldere vraag. Want als jullie meer tijd willen hebben om jullie plan uit te werken, om bijvoorbeeld de financiën rond te krijgen, dan is dat de vraag die je moet voorleggen en niet de vraag stellen van, kun je dit voorstel zoals het er nu ligt ondersteunen? Daar kan ik alleen maar nee op zeggen. Wat ik terugzie toch bij sommige partijen is een korte termijn visie. Vasthouden aan hetgene wat 7 jaar geleden bepaald is. Toen er nog geen Eemplein was, er stond nog geen steen daar. Het was een grote groene vlakte. En nu staat het er. En dan is het heel belangrijk nu je de kans krijgt om daar nog een keer over na te denken. Om daar goed over na te denken. En dat gebeurt niet. Het stadhuis is in rap tempo het vertrouwen van de stad aan het kwijtraken. Maar misschien is het nog niet te laat. Daarom dit manifest. Wij roepen het gemeentebestuur op om een forse pas op de plaats te maken. Wij willen dat de gemeenteraad afstapt van het voornemen om al 2 juni te besluiten over gewijzigde meerjarenbegroting. Wij denken dat het preventief toezicht moet worden gezien als een kans in plaats van een bedreiging. Een langere periode van toezicht levert immers gratis advies op over hoe het beter kan. Wij geloven dat de kwaliteit van de besluitvorming aanzienlijk toeneemt als meer tijd wordt genomen voor een kwalitatieve beoordeling van de alternatieven, vanuit vooropgestelde kaders en met de stad. Wij willen graag dat het college van burgemeester en wethouders met de stad in gesprek gaat over een opnieuw in te richten proces waarlangs de bezuinigingsopdracht via de weg van een serieuze kerntakendiscussie vorm krijgt. Wij willen dat wordt gezocht naar een werkwijze waarbij de inwoners niet tegen elkaar worden opgezet, maar juist uitgenodigd worden om samen te werken. Wij willen dat het college daarbij geen opdrachtgever is, maar vooralsnog opdrachtnemer van de stad.
En we willen dat er een onafhankelijke enquête wordt gehouden naar de gang van zaken die hebben geleid tot het financieel preventief toezicht van de gemeente. Wij geloven dat het noodzakelijk is om al snel lering te trekken van het verleden en nieuwe miskleuren in de toekomst te voorkomen. Vanuit de PvdA hebben we het voorlezen van een brief hebben aangehoord. Het is goed dat er zo'n signaal afgegeven wordt. Als men ergens niet mee eens is, dan moet je daar natuurlijk protest voor aantekenen. Of dat nou in de vorm van een manifest is of op een andere manier. Dat juichen wij toe. We begrijpen die woede en die frustratie en die opwinding en dat soort dingen van mensen ontzettend goed. En toch zijn ze verkeerd geïnformeerd. Maar het ligt niet aan hun, dat ligt aan de informatie die ze van de gemeente hebben gekregen. Punt 1, er hoeft helemaal geen 19 miljoen bezuinigd te worden. Als je het reëel berekent, dan kom je op dit jaar ongeveer 1 miljoen, volgend jaar ongeveer 2 miljoen. Dus een totaal ander bedrag. Punt 2, het is niet zo dat die 60 miljoen inventarisatie, dat dat voorstellen zijn. Alle mensen zeggen, ze willen het bosbad sluiten, ze willen noem maar op. Dat is niet zo. Het is een inventarisatie, het moest wel. Want ook wij als raadsleden weten in de praktijk helemaal niet waar eigenlijk het geld naartoe gaat. Schandalig, maar dat is wel zo. Het derde waar ze echt verkeerd geïnformeerd zijn, ik begrijp het heel goed, die enquête. Wij, OPA, hebben voorgesteld al een tijd geleden, wij willen zodra deze ellende voorbij is, een enquête houden naar het financiële beleid van de afgelopen 10 jaar. En die mensen zeggen, laat ons dat maar doen, laat burgers dat maar doen. Dat begrijp ik heel goed. En wij willen ook heel graag met burgers praten over welke vragen. Zo. Maar die enquête moet je echt aan de raad overlaten. De rechten die je hebt in een enquête, mensen onder ede verhoren, hè, mensen dwingen te getuigen, echte toegang tot alle archieven, dat zullen burgers nooit krijgen. Dat kan wettelijk niet, alleen wij kunnen dat. Dus dat moet je echt de raad laten doen. En dan mogen we, wat mij betreft, mogen we permanent op de vingers gekeken worden, hoor, door burgers. Graag. Wij hebben de meningen aangehoord, want er zijn meningen van enkele burgers. Er zijn burgers die er wel mee eens zijn, die het goed vinden hoe dat proces in is gezet. En deze burgers die zijn er niet mee eens. Goed om mee te krijgen natuurlijk, maar ik persoonlijk en mijn fractie die is het daarmee eens. Vinden dat het proces goed is ingezet. De burgers hebben inspraak. We hebben hier een avond gehad waarbij in verschillende kamers over verschillende portefeuilles gesproken kon worden. Dat er input geleverd kon worden. Dat is ook gedaan. En later is er ook een mogelijkheid geweest om schriftelijk ons van informatie te voorzien. We hebben iets van 2250 aanmeldingen gekregen of berichten meegekregen. Dus ik vind het proces tot nu toe goed verlopen. Dankjewel voor het kijken. Volgende week zijn we natuurlijk gewoon weer. En wil je ons in de tussentijd volgen? Dat kan via Twitter @033_EVA.